Gisteravond hebben we de opening gehad natuurlijk, de première zoals het heet. En het publiek was wederom razend enthousiast. We hebben weer een heel mooi programma. Heel gevarieerd. Dans, zang, sketches, want er moet natuurlijk ook vooral veel gelachen worden. Nou, daar gaat gebeuren. En we hebben ook debutanten erbij weer dit jaar uit Holland en van de verschillende verenigingen die al wel langer meedoen. Er zijn ook elke keer weer nieuwe mensen bij. Maar ook de oud-gedienden die zijn weer van de partij. En voor wie dat het moeilijkste is, dat weet ik niet. Voor de debutant of oud-gediende. Want ja, je moet elke keer maar weer voor elkaar krijgen natuurlijk. Nee, dat wens ons ook niet. Jozef is dan nog de innigste timmerman. Dachten jullie van het oude MAVO, het Fioretti College? Er waren ook al geen plots. Ja, maar daar snap ik nou helemaal niks van. Want hij is speciaal voor starters. Nou, wij zijn starters. En toch komt het niet. En jullie hebben ook nooit geen wagen gebouwd, of wel? Nee, maar alles, hè? Alles zul ik ervoor over hebben, hè? Om één keer boven in die toren van zo'n prinsenwagen te staan, hè? En ik ben ooit zo dichtbij geweest, hè? En het was nog niet gelukt. Jullie vragen mij zeker af wat ik dan hier in Roy kom doen. Nou, ik ben taxichauffeur en in Holland is geen flikker te beleven. Dus ik sta hier en ik maak van alles mee, want hier in Roy is wel wat te beleven. Van de week had ik Teun Gevers in de taxi zitten. Hij zei, rij maar naar het Sterrenbos om onze vader op te halen. Ik zeg, wat ga de jullie toch samen doen? Toen zei, ik moet mijn rijbewijs laten verlengen. Ik zeg, dan hoeft jullie vader toch niet mee? Ja, zei Teun, dat wel.
Ze zinnen bij de gemeente, als je uw rijbewijs komt verlengen, dan moeten de oude meenemen. Makelaar, mensen, dat is een mooi vak. Je mag iets verkopen dat niet van de eigen is, hè? Dat mag niet iedereen. Mijn broer heeft pas een fiets verkocht, die lieve nummer. Ja, mijn vader die was ook makelaar. Wij gingen dan ook altijd op vakantie naar makelaarsland. En mijn kleine zusje die kon dat niet uitspreken. Die zei altijd Mark McClaar. En vader zei tegen mij later, jongen, zullen jij mijn lul doen geld verdienen? En datzelfde zei hij tegen mijn zusje. Ik zeg, is jouw vrouw niet thuis? Jawel, zit hij, die is boven het toilet aan het maken. Ik zeg, is dat kapot dan? Kwam ze even later, kwam ze naar beneden. Ja, zit hij, dit is mijn vrouw Toos. En Toos zegt tegen mij, jij hoeft hier niet meer binnen te komen. Ik zeg, waarom niet? Want je bent al binnen, zus. Ik zeg tegen Piet, die vrouw van jou is zeker lollig thuis. Ja, ze is er sinds de kinderen thuis uit zijn wel, ja. Ja, en mee wou het raken, want daar stonden ze, die twee. Ja, en Barend die ging voor de één, maar ik ging voor het zusje. En naar de rand zijn we naar een boskant gereden, om daar de vriendschap te sluiten. En uiteindelijk, twee weken later, met een carnaval, hadden ze bij Cambians de Kinehoef voor het eerst gekust. Ja. Toen waren wij de helden van Kien. Hey! Allee, Willem! Willem! Thank you.